Hi, ik heb vandaag een nieuwe video voor jullie en ik ga twee producten testen van het merk Starskin. Het eerste product wat ik ga testen van Starskin is de Foaming Peeling. Dat is deze. Het is een sponsje en daar zit dus een peeling bij. En het zorgt ervoor dat je huid gereinigd wordt en een mooie glow krijgt. Wat ik na de peeling ga uittesten is dit masker voor je lippen. Het is de Plumping Hydrating Mask van Starskin. En ze beweren dat je er wat vollere lippen van krijgt en gehydrateerde lippen. Dus ik ben benieuwd en ik neem jullie mee. Ik sta nu in de badkamer en ik ga nu de peeling uitproberen. Allereerst wat ik nu ga doen is het zakje openmaken. Op de achterkant van het zakje staan alle stapjes die je moet volgen om het gewenste resultaat te krijgen. Ik maak hem nu open en wat er uitkomt is er nog een zakje. Daar zit denk ik de puff in wat je moet gebruiken en een gebruiksaanwijzing. Ik heb nu het zakje opengescheurd en wat ik er dan bij moet doen is een paar druppels water. Het water zit er nu bij en wat ik nu moet doen is een beetje het zakje kneden. En zo ontstaat er veel schuim. Zoals je kan zien loopt het schuim er nu uit. Ik ga nu het sponsje uit de verpakking halen en zo ziet het sponsje eruit. Er staat ook Starskin op en hij is helemaal vol met sop. En nu ga ik hem over mijn gezicht inhalen. Ik heb van tevoren heb ik al mijn gezicht gereinigd en mijn make-up eraf gehaald. Je moet het eigenlijk wel boven een wasbak doen, want het lekt heel erg. Nu wordt het ook gevallen. En dit moet je 2 à 3 minuten doen, stond op de verpakking. Ik ben nu klaar met het peelen van mijn gezicht. Ik heb dit ongeveer 2,5 minuut gedaan. Zoals je ziet zit er nu allemaal schuim op mijn gezicht. En ook op mijn handen. En het sponsje is helemaal doordrenkt met schuim en vocht. Ik vond het wel erg lekker om te doen. Ik had niet echt eigenlijk het idee dat ik een peeling aan het doen was. Want het sponsje is heel zacht. Dus ik heb geen idee. Maar ik ga nu mijn gezicht even afspoelen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ik heb net mijn gezicht afgespoeld met lauwwarm water. En daarna drooggedept met een handdoek. Ja, mijn gezicht voelt echt super zacht aan en ook echt heel erg schoon. Ik heb ook echt het idee dat het goed gereinigd is en dat mijn dode huidcellen er wel af zijn. Terwijl ik eigenlijk toen ik bezig was, had ik eigenlijk een beetje het idee van mijn sponsje is wel heel zacht. Gaat er nou wel wat gebeuren? Maar er gebeurt inderdaad wel echt wat, want mijn huid is echt super zacht. En mijn oneffenheden zijn weg. En ik ben er gewoon super over te spreken. En het is ook heel erg handig, want je kan dit sponsje 3 keer gebruiken. Je laat hem gewoon drogen, je hangt hem ergens op. En de volgende keer doe je er weer een paar druppeltjes water bij. En dan kan je hem gewoon weer hergebruiken. Na 3 keer moet je hem wel weggooien, omdat dan het product uit het sponsje is. En ja, dit product kost 9,95. Ik heb net de peeling gedaan en wat ik nu ga uittesten is deze Hydrating Plumping Lip Mask. Op de achterkant van het zakje staan weer de stapjes die je moet doen. Allereerst ga ik het zakje openmaken en kijken wat erin zit. Ook hierin zit weer gebruiksaanwijzing, maar dat staat eigenlijk ook achterop, dus dat vind ik eigenlijk een beetje onnodig. En zitten er 2 zakjes in, dus je kan dit masker 2 keer gebruiken. Ik scheur er eentje af. Eerst wat je moet doen als je dit masker gaat gebruiken, is al je make-up eraf te halen. Ik heb natuurlijk al mijn make-up eraf gehaald en ik heb hiervoor ook een peeling gedaan. Dus mijn huid is goed gereinigd en is nu droog. Want je huid moet ook droog zijn, anders blijft het masker niet plakken. Wat je daarna moet doen is goed eventjes een beetje kneden in het zakje. Zodat het masker overal heen gaat. Ik ga nu het zakje openmaken en op de achterkant staat dat er 3 blaadjes, 3 delen zijn. En ook, ik zie het al, het masker is helemaal doordrenkt met het serum. Zo ziet het eruit. En dan moet ik het bovenste laagje eraf trekken. En het onderste. Oh, dat is moeilijk met het nagel. Oké, dan ziet het er zo uit. Een sheet masker voor je lippen is echt helemaal mat. Ik denk dat het zo moet. Er zit ook echt een gat in, dus ik kan er wel praten. Tada! Dit laat je nu 15 minuten zitten. Ik zie jullie zo. Ik heb het lipmasker nu 15 minuten op mijn mond laten zitten. En zoals je ziet is het alle kanten op gegaan. Het is ook heel erg vervelend. Je kan niks, je kan niet praten. Het blijft gewoon niet op zijn plek zitten.
Dat is wel erg vervelend. Het voelt wel heel lekker aan, heel erg verfrissend. Ik ga het er nu afhalen en dan gaan we zien wat er is gebeurd. Ik ga het er nu afhalen. Ik trek het er gewoon vanaf. En daarna wrijf ik gewoon met, maak ik er een bolletje van en wrijf ik het gewoon over mijn lippen heen. Ik heb net de producten van Starskin uitgetest. Wat ik ervan vond, ik vond de peeling echt heel erg fijn om te gebruiken. Zeker met zo'n sponsje is het gewoon heel erg leuk. Het voelt gewoon super goed aan. Je huid is heel erg zacht daarna en ook heel erg schoon. Het lipmasker was leuk om uit te proberen. Ik heb alleen helemaal geen vollere lippen ervan gekregen. Het is wel gehydrateerd, het voelt wel heel zacht aan. Ik vind het alleen vervelend dat het masker dus heel de tijd verschuift. Je kan er niks mee, maar het was leuk voor een keertje. Het lipmasker kost €9,95. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en ik zie jullie snel weer.